Ik zit hier samen met Alexander de Roo. Hij is voorzitter van de Vereniging Basisinkomen en kan ons dus ook meer uitleggen over wat het basisinkomen nou precies is. Ja, basisinkomen is eigenlijk heel eenvoudig. Het is een vast bedrag voor alle volwassenen in Nederland. In plaats van wat we nu hebben, 116 verschillende regelingen om mensen en bedrijven geld te geven. Dus eigenlijk zo simpel. Het is een sterke vereenvoudiging van het huidige systeem. Nou, iedereen weet van de toeslagen. Inmiddels wil de meerderheid van de politiek ook van die toeslagen af. Ze zijn onderling niet eens hoe, maar ze zijn er wel over eens dat we ervan af moeten. Maar je kunt niet 20 miljard wegnemen van mensen. Je moet iets teruggeven. Nou, het meest simpele is in de vorm van een basisinkomen. Ja, en welke voorwaarden zouden er dan zitten om een basisinkomen te ontvangen? Komt iedereen daarvoor in aanmerking? Nou, je moet legaal in Nederland zijn. Dus niet zo als je toerist bent en je komt hier een dagje langs waaien dat je dan een basisinkomen krijgt. Nee. Dus de voorwaarde is net als nu met de bijstand. Je moet 5 jaar legaal in Nederland zijn. En je moet volwassen zijn. Okay. Verder is er eigenlijk geen voorwaarde. Het is net als de AOW. Die krijgt ook iedereen. Ja, je moet in Nederland hebben gewoond, maar verder niks. Of je nou gewerkt hebt of niet, je krijgt de AOW. Nou, werkt of niet, je krijgt basisinkomen. Alleen, het is een bescheiden bedrag. Juist. Je kunt er niet ruim van leven. Als je wat wil met je leven, leuke vakantie, dan moet je al betaald gaan werken. Ja, dus dan zoek je daarnaast gewoon nog een betaalde baan. Ja. Gemiddeld verdienen mensen ongeveer 2500 euro per maand in Nederland, netto. Nou, als je een basisinkomen van 1000 euro hebt, dan heb je nog 1500 euro over om te werken. Als je 1000 euro niet genoeg vindt. Juist. Maar dus een van de nadelen die vaak genoemd wordt, is dat mensen er wellicht luier van zouden worden. Dat gaat volgens u dus niet op? Nou, er zijn een heleboel proeven gedaan. Zeker 16 proeven. We lopen nu 40 proeven in Amerika tegelijk. En die tonen aan dat mensen juist wel gaan werken. En in zekere zin is dat ook logisch. Want als je nu in de bijstand zit, dan moet je een flinke baan hebben. Anders ga je er netto niet op vooruit. Als je in de WAO zit, en je kan nog best 1 dag in de week werken. En dan ga je dat niet doen, want je moet 30% van je salaris inleveren en je toeslagen. Dus je zegt, laat mij maar lekker zitten van die 1600 euro. Dus die mensen gaan wel werken. Misschien aan de bovenkant zullen mensen misschien 5 naar 4 dagen gaan. Omdat ze zeggen, nou, ik ga 1 dag in de week voor mijn zieke moeder zorgen of zo. En dat is dan financieel minder problematisch. Dus overal blijkt dat er nauwelijks effect is op de werkgelegenheid. Althans, in totaal. Ja. Maar er gaan wel meer mensen in totaal aan het arbeidsproces deelnemen. Ja, en dat heeft ook weer allerlei positieve effecten. Dat is goed voor de mensen en het is goed voor de maatschappij. Juist. Zijn er nog andere positieve effecten aan het basisinkomen? Nou, het meest opvallende is, dat komt uit al die proeven en dat is heel significant, de gezondheid van mensen verbetert. Zowel fysiek als mentaal. Als je niet maar die financiële stress hebt, hoe moet ik rondkomen? Dan ga je je ontwikkelen en dan ga je beter leven. En dat is heel opvallend. En dat is ook een belangrijke factor. En dat is moeilijk in geld uit te drukken. Ja, in een langdurige proef in Canada waren er bijna 10% minder ziekenhuisopnames. Nou, dat is toch niet te verwaarlozen. Nee, zeker niet. En ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste reden is. Van je wordt gezonder, wat meer ontspannen, ga je met je wereld om. En dat geeft ook rust om aan andere dingen te denken. Als je alleen maar met geld bezig bent, ja, dan wil je niet bezighouden met klimaat of natuur. Je bent alleen maar met financiën bezig. Mm-hmm. Dat is ver van je bedshow. Maar je moet niet vergeten, 37% heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is best veel. In Nederland. In Nederland, ja, in Nederland. Het probleem is veel groter dan die 1 miljoen armen of zo. Of wat de CBS ervan maakt. Nee, er zijn veel meer mensen die moeite hebben om rond te komen. En dat is echt niet omdat ze nou zo waanzinnig leven. Nee, de meeste mensen willen gewoon huisje, boompje, beestje. En af en toe een vakantie. Ja, en een basisinkomen zou al die mensen op weg helpen. Zou al die mensen op weg helpen, ja. En het grote voordeel is ook dat je zelf kunt beslissen over je leven. Blijf ik bij die slechte baas
Of kies ik een andere baas? Of ik merk, nou, als ik echt wat wil, moet ik opnieuw naar school. Dat kan veel makkelijker met een basisinkomen. Ja. Dus daar zit dan misschien ook wel weer dat mentale aspect ook aan vast. Omdat je zei, gezondheid zowel lichamelijk als psychisch. Ja, ja, nou, je komt sterker te staan op de arbeidsmarkt. Je hoeft niet meer elk rotbaantje te accepteren vanwege het geld. Ja. Natuurlijk, werken is belangrijk en werken vormt ook mensen. We zijn ook helemaal niet tegen betaald werk. Maar het is wel goed om mensen een beetje te helpen. En we hebben 116 regelingen, 150 miljard om mensen en bedrijven geld te geven. De AOW is 50 miljard. Dat is voor 3,5 miljoen mensen. Als we die 150 miljard inzetten voor die andere 10,5 miljoen volwassenen, is het allemaal geregeld. Ja. Zo simpel kan het eigenlijk zo zijn. Zo simpel kan het, alleen het vereist wel politieke moed. Juist. Het is een ander systeem en je moet durven zeggen, ook als jij niks doet, wat mensen niet doen hoor, maar als je ervoor kiest om een tijdje niks te doen, krijg je nog steeds die 1000 euro. En een deel van de mensen, vooral uit de christelijke hoek, maar die zijn niet zo sterk meer, ja, die zeggen, er staat in de Bijbel dat je in het Zweedse aanschijns je werk zult verrichten of op het land zult arbeiden. Ja, die zijn dus tegen. Hè? Dus okay. Vooral in de christelijke hoek zie je nog wat mensen die tegen zijn. En dat is wel een verschil met vroeger. Hè? Mm-hmm. Ik ben 40 jaar geleden begonnen met dit onderwerp. Zie je ook wel. En, nou, toen was ongeveer 20% voor en 80% tegen. En nu zegt 60% nee, dat is een goed idee. 20% zegt we zijn tegen en 20% zegt we weten het niet. En die 20% die het niet weet, is vooral de praktisch opgeleide. Want die willen ook wel weten, oké, dat basisinkomen is misschien wel een leuk idee, maar wat betekent dat voor mij financieel? Ga ik er niet op achteruit? Ja, logisch lijkt me. Dus dat is wel een punt, ja. Hoe we dat gaan doen. Nou, volgens ons is het dan wel prima te regelen. En ook een belangrijk punt is, de belastingen hoeven niet omhoog. Ja. We moeten herorganiseren wat we al hebben. De hoogste ambtenaren hebben nu ook weer gezegd, maak het eenvoudiger. Ja, dat lijkt me een voordeel voor iedereen. Ja, en er is een jonge econoom, gepromoveerd in Oxford, een Nederlander, die heeft nu een nieuw klein bedrijfje opgericht, Instituut voor Publieke Economie. Hij heeft gezegd, we halen die toeslagen weg en iedereen krijgt een klein basisinkomen. Mm-hmm. Hij is langs 10 van de oude Tweede Kamerfracties geweest. Die hadden allemaal belangstelling. En die zijn dus links en rechts. Nou, toen heeft de Kamer gezegd, regering, wij willen dat de CPB, de Nationale Rekenmeesters, een keer er goed naar gaat kijken. Nou, dat gaan ze doen het tweede kwartaal van dit jaar. Okay. En dat zou weer een nieuwe aanleiding komen te zijn om te zeggen, nou, laten we dan beginnen met die toeslagen weg te halen en iedereen bijvoorbeeld 4, 5, 600 euro te geven. Ja. Daar kan je niet van leven, maar het systeem wordt al wel anders. Juist. En waarom denkt u dat we het in Nederland nog niet ingevoerd hebben dan? We hebben het christelijke argument gehoord. Is er nog iets anders wat... Het is de traagheid van de politiek. Huh? Dus we hadden GroenLinks zover en de Partij van de Dieren en Volt, maar de PvdA was tegen en toen moest het samen en... Toen zei de meerderheid op elkaar, laten we eerst maar eens een keer studeren voordat we zeggen ja tegen invoeren. ChristenUnie is voor dat idee. En D66 ook, van we zetten dat allemaal, die toeslagen om in een soort mini-basisinkomen. De VVD heeft nu een werkgroep basisinkomen, dus er zijn wel aanzetten. Ja. Maar ze, ja, het is toch nog, een beetje, ja, zo van dat hebben we gehad, die discussie, dat willen we niet nog een keer doen. Tegelijkertijd, de toeslagen zijn door het CDA ingevoerd in 2005, omdat ze zeiden, mensen verdienen niet genoeg geld meer, gewoon met werken. Ja. 50 jaar geleden, de man werkte, de vrouw deed het huishouden en de kinderen, en dat ene loon was genoeg. Genoeg, ja. Nu werken beide, en nog zegt bijna 40%, we kunnen niet rondkomen. Ja. Dus vooral aan de onderkant, loont werken niet genoeg meer. En hoe komt dat dan, denkt u? Ja, dat is iets wat je overal ziet. Dat is waarschijnlijk door de technologische ontwikkeling. Van, vroeger was het een beetje met je handen werken.
even goed als wat de machine deed. Maar de machines zijn veel beter geworden. Ja. En nu hebben we nieuwe machines, kunstmatige intelligentie. En die zorgt dat ook het werk van de middengroepen eraan gaat. En dat is op zich niet erg als je een basisinkomen hebt. Als je geen basisinkomen hebt, ja, dan worden al die mensen werkloos. En dat levert allerlei problemen op. Zeker waar. En dan hebben ze moeite om zich, ja. En, ja, nou goed. Zou het basisinkomen dan ook kunnen helpen om juist bepaalde beroepen verder te automatiseren? Wat nu ook tegengehouden wordt, want we willen niet dat iedereen werkloos is. Ik denk het wel, ja. Vooral slecht betaald werk, waar dan nog minder vraag naar is. En de politiek zegt ook, we willen niet meer al die migranten. De enige oplossing is dan of beter belonen of automatiseren. Dus wat je dan krijgt, cashiers, ja, dat is dan ook een beroep van het verleden. Je krijgt een chipje in je tas en het wordt meteen afgerekend als je over een bepaalde lijn loopt. Opgelost. Ja. En zo zijn er veel slachthuizen. Dat zullen ze dus ook meer moeten gaan automatiseren. Dat is ook zwaar en vervelend werk. Mm-hmm. Dat doen mensen niet voor een lol en het wordt slecht betaald. Ja. Ja, dus dan zouden de mensen die daar nog werken, die zouden dan een basisinkomen ontvangen. En die zouden vervolgens daar nog iets naast kunnen gaan doen. Iets anders wat wel die waarde toevoegt of wat zij zelf wel leuk vinden. Wat werk wat blijft is wat mensen, mens tot mens contact. De zorg bijvoorbeeld, hè. Ja. De verwachting is nu dat er over een tijdje 1/3 van Nederland in de zorg moet gaan werken. Dan moet je die mensen wel hebben. Ja. 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 Dus en, dat is, en betalen. En betalen. Ja, nee, dat geld is er wel. Want we worden steeds rijker als maatschappij. Ja. Dat is niet het probleem. Het probleem is hoe we het zinnig verdelen. En we zijn, ja. Sommige mensen zeggen wel, het basisinkomen is communisme. Dan zeg ik nee. Want je bepaalt zelf je leven. Het heeft niks met communisme te maken. Ja. Ja. Zijn er beroepen die sowieso blijven bestaan volgens u? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, hoogleraar en goede advocaten, dat soort beroepen blijven heus wel bestaan. En doktoren, om mensen beter te maken ook. Ja, dus sowieso zorg, onderwijs. Zorg, onderwijs, politie. Veiligheid. De natuur verzorgen ook, hè. Ja. Zorgen dat het goed gaat met het water. Er zijn zoveel beroepen. Ja. En we hebben. Dus daarom we hebben, we hebben nu al gehoord. Ik hoorde nu al. We zijn natuurlijk begonnen met landbouw. Iedereen werkt in de landbouw. Toen, jaren 50, heel veel mensen industrie. Sinds de jaren 70, heel veel mensen in de zakelijke dienstverlening. En nu het nieuwe is de digitale economie. Je werkt helemaal niet meer. Met iets fysieks. Je bent alleen nog maar 6% werkt al alleen maar digitaal. En de verwachting is dat misschien wel de helft van de mensen dat gaat doen in 2050. Dus er komt steeds weer nieuw werk, maar wel ander werk. Ja. Vroeger kreeg je één opleiding, kon je hele leven mee toe. Ja, dat gaat niet meer. Je zult gedurende je steeds langere leven toch een keer een ander beroep, een andere opleiding moeten gaan volgen. En dan is dat basisinkomen ook handig, want dan heb je al wat geld en kun je makkelijker een nieuwe opleiding gaan volgen. Juist. En wat kunnen we nu al doen om ervoor te zorgen dat er wel een basisinkomen komt in Nederland? Nou, ik zou zeggen, word lid van een partij van jouw keuze en zorg dat die partij de neus de goede kant op gaat. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, en lid worden van onze vereniging helpt natuurlijk ook. Ja. Maar dat is het belangrijkste. Dus we zijn begonnen met werkgroepen oprichten in die partijen. Nou, we hebben dus nu de VVD, D66, PvdA, GroenLinks hebben nou werkgroepen basisinkomen. En die twee kleine partijen, Volt en Partij van de Dieren, zijn sowieso al voor. Dus we beginnen wel wat draagvlak te krijgen. Maar we hebben nu weer nieuwe partijen. Juist. De PPP. En daar hadden we ook onze ideeën toegestuurd. Nou, ze hebben dan niet helemaal voor ons idee gekozen. Ze hebben gezegd, we gaan de belasting verlagen. Tot 30.000 euro betaal je geen belasting. En we schaffen de toeslagen af. Toen kwamen ze erachter, oh, maar dan gaan bepaalde mensen toch wel in de knel raken. Oké, die krijgen dan toch nog wel iets extra's. Dat is dan geen basisinkomen, maar toch wel iets. Ja. Dus zelfs daar begint dat door te dringen. Mm-hmm. En Nederland is een sociaal volk. We willen dat mensen het goed hebben. Yes. Dus met Nederland en Zweden zijn degene die de hoogste uitkeringen hebben van heel Europa.
En die 20% waar we het net over hadden, van de mensen die eigenlijk nog niet, die het nog niet weten, die nog twijfelen, welke kant gaan we op? Is er iets wat u tegen deze mensen zou willen zeggen? Nou ja, wat ik zeg, ik heb heel veel discussies op internet natuurlijk, via Facebook en al die andere media, van ga ik erop achteruit, zeg ik, nou kijk, zo gaan we het doen. En reken ze uit bij jouw situatie wat dat dan betekent. En dan moeten ze toegeven dat ze erop vooruit gaan. Ja. Dus wat we gedaan hebben, we zijn naar Nibud gegaan. Mm-hmm. Die hebben 12 eenvoudige situaties doorgerekend. Nou, toen kwam maar uit. Hé, mensen gaan erop vooruit, ook de middengroepen. Toen schreven de kranten, hé, het kan wel. Vervolgens was er een motie op D66-congres aangenomen. Toen heeft Steven van der Weijenberg, inmiddels minister van Financiën, het hele idee laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. En daar kwam uit, het kan, het is duur. Ja, het is duurder dan nu, maar je gaat ook meer herverdelen. En het kan wel. Mm-hmm. En nou goed, het hangt er dus vanaf hoe je het precies vormgeeft, wat het precies betekent. Je kunt het zo doen, onze collega's in Canada doen het zo, de onderste 85% gaat vooruit. En de bovenste 15% die dat prima kunnen leiden, gaan wat achteruit. Ja. En de onderkant gaat er dan echt flink op vooruit. Dat kan. Ik kan ook doen 60-40. Maar dat maakt allemaal niet zo uit. Het belangrijkste is dat we die kant op gaan. En het zal dus, hè, dat was voor de PvdA belangrijk, bevordert het de gelijkheid. Ja, het bevordert de gelijkheid. Ja. Zitten er nou ook nadelen aan het idee? Nou, het nadeel is, het is iets nieuws. Ja. Behalve in Alaska, waar iedereen elke zomer een aandeel krijgt in de olie. Oké. Okay. Dus een kwart van de olie, slechts een kwart, is zeg maar in handen van de overheid. En de opbrengst daarvan gaat 1-op-1 naar alle inwoners van Alaska. Okay. Die hebben al een soort mini-basisinkomen. En dat loopt al 40 jaar. En er is een indianenreservaat in Amerika, Cherokee-indianen. Die hebben toegestaan dat er een casino kwam in hun reservaat. Mm-hmm. En 3% van de winst, 3% van de winst, van dat casino wordt aan al die mensen daar uitgedeeld. En dat loopt ook al meer dan 20 jaar. En dan daar hebben ze dus ervaring dat het werkt. Maar er is nog niet een land als geheel wat het gedaan heeft. Ja. Wel bijna in Korea. Daarom waren we deze zomer in Korea. En de man die het wilde invoeren heeft het net niet gehaald. 0,7% kwam die tekort. Maar hij heeft gewoon gezegd, de 27 gaan we dat alsnog doen. En hun hebben het voordeel, ze hebben niet 150 jaar sociale geschiedenis met wet op wet op wet. Ze bestaan pas 30 jaar als democratie. Ja, dus dat maakt het misschien ook juist wel weer makkelijker. Dat maakt het voor hun in zekere zin makkelijker. Ze hebben geen AOW. Ja, dus dat hebben wij wel. Ja. Wij hebben, we zeggen zo, je hebt kinderbijslag. Dat is niet genoeg, maar oké, dat is basisinkomen voor kinderen. Ja. Je hebt AOW, dat is basisinkomen voor ouderen. Nou. Sommigen zeggen, de basisbeurs, een beetje te weinig, is basisinkomen voor studenten. Ja. Nou, nu de rest nog. Ja. Ja. Nou, wat ook wel zou helpen is dat werkgevers zich in het openbaar uitlaten. Dus in Canada heb je 150, 200 werkgevers die zeggen, basisinkomen is een goed idee. Bij ons in Nederland is het zo dat er sommige werkgevers wel voor zijn en ze ook discussies hebben, maar zich niet publiek uit. Oké. Okay. Keertje de kat uit de boom kijken. Waar ligt dat dan aan, denkt u? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nou ja, goed, wij in Nederland hebben net als in Canada 40 jaar geleden ook al die discussie over basisinkomen gehad. En er zijn natuurlijk experimenten geweest. 2 in Canada. 1 lang geleden, 1 recent. En dat recente experiment, dat liep 1 jaar. En toen kwam er een nieuwe meneer aan de macht in die provincie Ontario, die had gezegd voor de verkiezingen, het experiment gaat door. Vervolgens heeft hij het kapot gemaakt. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk veel publiciteit gekregen. Ja. En ervaring van die mensen. Ja, maar het heeft mij geholpen. Ik ben een opleiding gaan volgen. Ik ben nu goed terechtgekomen. Er zijn een heleboel experimenten daar ook met daklozen. Ja. Al die daklozen, binnen een jaar hebben ze een woning. Zijn er ook zulke experimenten in Nederland waar we naar kunnen kijken? Nou, we hebben natuurlijk, er is een experiment geweest in Eindhoven. Mm-hmm. Als je nu tussen de 18 en 21 bent en je hebt ruzie met je ouders,
dan krijg je geen bijstand. Of je krijgt €200 of zo. Daar kan je niet van leven. Nee. Dus wat doen die jongeren? Die gaan op de bank slapen bij hun vrienden 2-3 jaar lang. En die raken in de versukkeling. Dat is ook logisch. Ja. Dus Eindhoven gezegd, die krijgen €1.050 voor een jaar om hun leven weer op de rails te krijgen. En de plaatselijke krant heeft dat een proef met basisinkomen gedoopt. En die is er geslaagd. Het werkt. Dat wordt inmiddels over heel Nederland uitgerold. Okay. Was ook bij een vandaag op de televisie. Nou, geestelijke patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, die hebben €350 extra gekregen in Den Helder. Zelfde effect. Positief effect. Dus de experimenten zijn er wel. Het experiment met de gemeente en de bijstand, ja, dat was eigenlijk mislukt. Okay. In de zin van 5-6 gemeenten, onder andere Wageningen, hebben meegedaan. Wat hield het dan precies in? Dat je wat meer mocht bijverdienen in de bijstand. Okay. Maar slechts beperkt, slechts €200 mag je bijverdienen. In Finland hebben ze gezegd van, je mag gewoon onbeperkt bijverdienen. En je krijgt een apart belastingregime, over alles wat jij bijverdient betaal je 50%. 50% lijkt veel, maar als je nu in de bijstand zit, dan betaal je wel 80-90% voordat je eruit bent. Dus even één verhaal erbij. Ja. Mijn eigen partij GroenLinks. Een amendement aangenomen, programma 2017. Er moet een experiment komen à la Finland. Wat toen nog moest beginnen. Mm-hmm. Oké, aangenomen. Ik zat precies in deze stoel. Jesse Klaver en Katelijne Buitenweg, mijn oud-collega uit het Europese parlement, die gingen onderhandelen met Rutte en Buma en Pechtold. En die zei, Alexander, vroeg Katelijne, wat moet er nou in het regeerprogramma komen? Ik zei, experimenten en basisinkomen, en jullie maken er maar een zin van. Toen is de zin geworden, gemeenten zijn vrij te experimenteren met basisinkomen. Daar heeft Buma ja tegen gezegd en Rutte ja tegen gezegd en Pechtold ook, want die was dat er wel mee eens. Dus dat stond in het regeerprogramma. En vervolgens besloot GroenLinks niet mee te doen vanwege de migranten-issues. Ja. Toen was het weg. Als dat gebeurd was, hadden we niet 5-6 gemeenten gehad, maar hadden er wel 70 gemeenten meegedaan. Ik zal nooit vergeten, ik was 7 jaar geleden in Winterswijk, een avond van de VVD, 70 VVD-leden, een Kamerlid wat tegen was, ik als enige niet-VVD'er voor. Moet Winterswijk een experiment doen met basisinkomen? De grote meerderheid van de VVD'ers was gewoon voor. Ja. Alleen, het is politiek tegengehouden. Ja. Oh, nee. Ik had een discussie met Judith Tielens, voorzitter van Financiën-commissie VVD, voor eerstejaars rechtenstudenten over basisinkomen. Nee, basisinkomen bestaat niet. En toen zei ik, oh, en hypotheekrenteaftrek, dat is toch ook gratis geld voor mensen met een huis? Nee, dat was wat anders. Nou, toen we begonnen was het 50-50. Na afloop was 3/4 voor basisinkomen en 1/4. En sindsdien wil ze niet meer discussiëren. Ja, oké. Ja. Ja. Dus langzaam komen we er wel. Maar ik denk niet dat Nederland het eerste wordt. Ik denk of Canada of Korea. Ja. Of misschien de Scandinavische landen. Nou, Finland wel. Nee, Zweden is dat zou... Ja, die zijn nog erg van betaald werken en verder niks. Terwijl de Zweedse staat is erg afgegleden hoor. Die zijn echt niet zo goed meer. Ze hebben zoveel bezuinigd daar. Ja, maar goed. Denemarken is het enige land nu in Europa wat niet extreem rechts stemt. Oké. Het enige land. Ze hebben natuurlijk ook Pia Kersker van de Volkspartij, het Volksdenen gehad, die eigenlijk precies hetzelfde verhaal heeft. Maar nou, de regering is wat strenger geworden over migranten. En de maatschappij functioneert daar nog. Je hebt gratis gezondheidszorg. Mm-hmm. Je kunt gewoon naar school en universiteit zonder wat te hoeven betalen. Ja. En ja, dat heeft tot gevolg dat er minder is om te klagen. Ze hebben een algemene staking gehad, want ze hebben nu 6 weken betaald vakantie. En de werkgever zei, nou kan dat niet 5 worden. Toen hebben ze een algemene staking gehad, want ze wouden vasthouden aan, we gaan 6 weken per jaar gaan we leuke dingen doen. Ja,
met z'n allen. Ja, en hier zijn de stakingen omdat de inflatie niet bijgehouden wordt in de loon. In de lonen, ja. Ja, dus dat zit anders in elkaar. Heel ander niveau ook. Dus daar is dan minder aanleiding om met basisinkomen te beginnen. En een ander idee, ander probleem is, wij hebben heel veel flexwerk en heel veel zzp'ers. Yes. Nog maar 55%, 50% heeft vast werk. Mm-hmm. Zeg maar 5 miljoen mensen met een vaste baan. Heb je 2 miljoen mensen met een flexbaan die van de een op de andere dag ontslagen kunnen worden. En je hebt 1,5 miljoen zzp'ers. En je hebt nog 1,5 miljoen mensen in allerlei vormen van uitkering. Dus 5 miljoen hebben geen vast werk of helemaal geen werk. En 5 miljoen heeft een vaste baan. Het huidige systeem is gebouwd op het hebben van een vaste baan. Ja. Niet op af en toe een baan en dan weer niet. Daar is het hele systeem niet op gebouwd. Ja. En het argument wat rechts enorm aanspreekt. 100.000 ambtenaren kunnen wat beters doen. 100.000? 1 derde van alle ambtenaren. 1 derde van alle ambtenaren kan wat beters gaan doen. Ja. Zoveel ambtenaren hebben we bezig met die 116 regelingen. Ja. Om dat geld te... En dat is natuurlijk... Oké, de totale bevolking is 100.000 ambtenaren niet zoveel. Maar het is wel 8 miljard. En... Zeker. Al die ambtenaren krijgen natuurlijk salaris. Dus normaal post ik wel eens wat op LinkedIn. Nou, 2000, 3000, 4000. Hier opeens 25.000 mensen zeiden... Hey, dit vinden we interessant. Ja. En we zijn een overwegend rechtsland. Dus misschien is dit een argument voor mensen aan de bouwende kant. En waar zitten deze ambtenaren op dit moment dan? Nou, de gemeenten hebben heel veel ambtenaren in dienst... om die bijstandsmensen aan betaald werk te helpen. Ja. Ja, allerlei bewijs dat niet werkt. Ja, dus... ja, ze verdringen iemand anders. Maar ze, ja, dus dat, deze mensen zouden dan iets anders kunnen ja, doen? Ja, er zijn... Bij de ministeries misschien ook nog? Bij de ministeries, ja. Er zijn 30.000 mensen op financiën, daar kunnen heel wat weg. Er zijn 35.000 mensen bij de Belastingdienst, dat gaat ook veel eenvoudiger worden. Ja. En er zijn nog eens een keer 30.000 mensen bij de UWV. Nou oké, die doen dat zal een deel in stand blijven, want wij zeggen wel... Bedragen die hoger zijn dan die 1000 euro. Bijvoorbeeld als je een WAO hebt van 1600, dan hou je 600 euro WAO over. Bovenop je 1000 euro basisinkomen. Oké, ja. Als jij een. De WW is gemiddeld iets van 1400 euro. Oké, dan blijft er nog 400 euro WW over. Gemiddeld. Ja, sommige mensen krijgen maar 800 WW, dus die gaan erop vooruit. Ja. Anderen krijgen 2000. Ja. Je kan ook kiezen, maar dat... Maken we het daar dan niet weer heel ingewikkeld mee? Nee, dus ja, goed, wij willen niet wel gewoon één bedrag voor iedereen? We willen wel de vakbeweging mee hebben. De Nederlandse vakbeweging is de enige die expliciet zegt, de FNV, wij vinden basisinkomen een goed idee. Ja. Ze zijn nog aan het studeren hoe precies. Oké. Ik heb 3 uur met ze gesproken over hoe gaan we dat dan precies financieren. Dat is redelijk uniek. Na 5 jaar interne discussie. Heeft 80-90% van hun congres gezegd, er waren 500 mensen, 200 betaalde mensen, 300 kader. Ja, we willen die kant op. Ook de vakbeweging zegt dat. Ja. Maar die willen we wel te vriend houden. Dus je kan ook zeggen, kijk, nog beter zou zijn, maar dan moet je wel gaan rommelen met de belasting. Iedereen 1200 euro. Ja. Dan ga je niet voor 200 euro nog de WW in stand houden. Nee. Dan zeg je, weg daarmee. En mensen die veel verdienen en zeggen, ja maar hallo, die terugval die kan ik niet accepteren. Die doen hetzelfde als in Zwitserland, die zoeken een private verzekering voor hun probleem. Ja. In Zwitserland is dat namelijk zo geregeld. Ja, maar dan zou je ook daar nog... Als die zeggen, ik wil 2000 euro als ik werkloos word, nou dan moet je maar verzekeren. Ja, of je, en dan kun je, zou je ook daar nog weer, zeg maar, ambtenaren en op een andere plek kunnen zetten. En zijn er nog minder toeslagen en uitkeringen die het ingewikkeld maken in het systeem? Nee, kijk. Dat is een compromis, politiek compromis. Ideaal zo hoog mogelijk. Maar laten we eerst maar eens beginnen met 600 euro. Dat kun je zo invoeren. 900.000 euro is alles reorganiseren. Als je meer wil, dan moet je de belastingen echt gaan verhogen. Dat ga je dan wel weer herverdelen. Ja. Maar er is alleen links voor en rechts niet. Oké. En dan heb je geen meerderheid. Ja. Dus het bedrag waar we volgens u het beste mee zouden kunnen ongeveer beginnen 1000 is... euro. 1000 euro.
We hebben het ook mensen zelf gevraagd. Wat we als vereniging doen, is af en toe een enquête laten uitzetten via INO Research of via Maurice de Hond. Ja. En dus dan vragen we aan mensen, en hoe hoog vindt u dat het basisinkomen moet worden? Dan zie je twee piekjes, eentje bij de helft van de stel in de bijstand. Nou, dat is nu iets meer dan 900 euro. Ja. En het andere piekje is bij een alleenstaande in de bijstand, dat is nu 1200 euro. En nou, de rest zit daar iets lager. Mm-hmm. Dus dat is wat mensen zelf vinden, hoe hoog het zou moeten worden. Ja, dus dat is eigenlijk ook wel een goede graadmeter van wat mensen nodig hebben misschien. Of zouden we vooral de sociaaldemocratie had heel erg van, ja, maar we moeten targeten. Mensen die een probleem hebben, moeten allemaal wat extra krijgen. En dat gooi je allemaal weg met de basisinkomen. Ja, maar ze vergeten dat de inkomens helemaal vlak zijn geworden. Als jij een modaal verdient, wat de meeste mensen verdienen, mm-hmm. vergelijk dat eens met wat mensen in de bijstand zitten. Het netto verschil is 300 euro per maand. Ja. 10 euro per dag. Ja. 60% van Nederland zit tussen de bijstand en modaal. Die verdienen allemaal ongeveer hetzelfde. Je kan harder gaan werken of niet. Maakt niet uit wat het basisinkomen of je toeslagen lopen terug, je heffingskortingen lopen terug. Dus je gaat er niet op vooruit. Daarboven, boven modaal, maar dat is maar 40%. Ja, als je daar meer gaat werken, ga je ook meer verdienen. Bijna 50%. Dat is niet erg eerlijk. Nee, dat klinkt inderdaad niet heel erg. Maar dat is niet genoeg. Het is ook allemaal zo moeilijk, al die belastingen. En, ja. Ja, precies, het zit heel erg ingewikkeld in elkaar. En ik denk ook... We hebben het zo ingewikkeld gemaakt in dit land. Ja. Ja. Weet je, met de beste bedoeling hoor, maar het is toch in totaal niet helemaal goed uitgepakt. En voor de toeslagen wordt dat niet toegegeven. Ja, gelukkig misschien ook maar. Ja, nou het was ook wel heel erg wat er allemaal gebeurd is. Ze zijn er nog steeds niet opgelost. Nee. Nee. Dat is ook heel erg. Ja. Ja. Maar goed, ik ben optimistisch. We gaan langzamerhand de goede kant uit. En 40 jaar geleden waren we 50 academici. Hebben we de vereniging Basic Income European Network opgericht. Mm-hmm. In 2004, ik was er zelf niet bij, want mijn kind werd geboren, waren we in Zuid-Afrika. En toen zijn de Braziliaanse senator Suplicy, die basisinkomen als idee in de grondwet van Brazilië heeft gekregen. Ja, dat Europeanen, dat kan niet meer. Dus sindsdien heeft het Basic Income Earth Network. We hebben nu 35 afdelingen over de hele wereld, op alle continenten. We gaan het ene jaar het zuiden van de wereld, het andere jaar naar Amerika of naar Europa. Ja. En ja, het idee is... Ja, het is gewoon zo sterk. Ja. Is er dan nog iets afsluitends wat u zou willen zeggen na dit hele verhaal over... Nou, ik zou willen zeggen, je moet niet denken dat het van vandaag op morgen ingevoerd wordt. Okay. Het huidige systeem is bedacht in de oorlog in 1944. Hè? Afgekeken van de Britten met de Lord Beveridge die een heel systeem had uitgedaagd. En het heeft 30 jaar geduurd voordat uitgerold werd. Hè. In 1957 kregen we de AOW. In 1965 kregen we de bijstand. In jaren 70 kregen we de WHO. Dat heeft dus 30 jaar geduurd. Ja. Basisinkomen zal beginnen met een gedeeltelijk bedrag. Of we gaan zeggen, de jongeren krijgen het en tot 30 jaar en daarboven nog even niet. En daarna gaat dat uitgebreid worden. Mm-hmm. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Het is niet zo, die 116 regelingen heb je ook niet in één keer afgesloft. Nee, ook gefaseerd dus. Want elke regeling heeft natuurlijk ook een eigen belang. Uiteraard. Ja. En een eigen doelgroep. En een eigen doelgroep, die hebben allemaal belang bij dat het blijft. Ja. Dat hebben we al aan de boeren gezien, hoe moeilijk daarmee ging. En dat is ook belangrijk, alle transities nodig zijn... voor de landbouw, voor klimaat, worden ook geholpen door een basisinkomen. Ja, op twee manieren, doordat mensen makkelijker om kunnen schakelen, boeren kunnen makkelijker omschakelen. Ja. En het helpt omdat er meer draagvlak gaat ontstaan, omdat mensen meer rust hebben en meer bereid zijn om na te denken over andere dingen dan hun eigen situatie. Ja, zeker. Dus
als ik aan u zou vragen, is een basisinkomen duurzaam? Wat zou dan uw antwoord zijn? Ja, dat is duurzaam, want het stelt mensen in staat om bescheiden te leven. Als je wil van, nou, ik heb geen zin in alle rotzooi en overbodige, ik wil consuminder, echt consuminder, dan kan dat. Dan heb je nog maar een klein baantje nodig, dan kun je prima rondkomen. En het stelt dus mensen ja, meer in staat om andere dingen te doen. Een ander idee is klimaatgeld. Klimaatgeld? Ja, dat bestaat in Canada. Trudeau had het probleem dat 4 van zijn 7 provincies wouden niks op CO2 doen. Toen heeft hij gezegd, ik voer een federale belasting op CO2 in. Maar al de opbrengst gaat 1-op-1 terug naar alle inkomens. De onderste 70% gaat erop vooruit. En de bovenste 30% die grotere auto's heeft, grotere huizen, meer vliegt, die leggen erop toe. Daar is het ingevoerd. Oostenrijk heeft het ingevoerd. Nog een beetje bescheiden. Duitsland is het van plan, maar hebben het nou weer uitgesteld. Okay. Nou, het zou neerkomen op ongeveer 100 euro. Per persoon, per maand. Nou, dat is toch weer... Dus dan doen we basisinkomen 1000 euro, plus 100 euro klimaatgeld, heb je 1100 euro. Ja. Ben je ook al van die fossiele subsidies. Ook nog een keer. Ja, dit kan, maar het vereist wel politieke moed om dat te doen. Ja, ja zeker. Maar schort het daar dan aan op het moment? Ja, want D66, Rob Jetter had het in zijn programma geschreven en toen stond er een man op het D66-congres. Ja, maar dan krijgen de rijken dat ook, daarop ben ik tegen. Toen hebben ze het geschrapt op het D66-congres, terwijl het in het ontwerpprogramma stond. Ja, dat heeft niet de krant gehaald, maar het is wel gebeurd. Eeuwig zonde, volgens mij. Ja, dat is dus dom. Ja, het vereist wel politieke moed. Hè? Ja. En wie in de huidige politiek zou nou hiervoor op kunnen staan? Esma Lala is de oud-wethouder in Tilburg. We hebben haar laten zien, dat staatje. 72% van de rood-groene kiezers is voor en 11% is tegen. Ze heeft zelf als wethouder een maand in de bijstand geleefd om te weten wat het is om alleen van bijstandbedrag te leven. Ja. Die is echt helemaal committed. Ja. Kijk, dat soort mensen heb je nodig. Ja, en misschien komen er ook wel nieuwe talenten bij de VVD, ik weet het niet. Het verhaal gaat... Maar ik heb er maar één bron, dat Klaas Dijkhoff zei, oké, wat links wil, GroenLinks en D66 het basisinkomen. Oké, dat gaan we dan wel doen, maar in ruil daarvoor vragen we een keihard migratiebeleid. Ja, dan wordt het een afweging. Ja, maar goed, Dijkhoff is er weer mee gestopt. Daarom, ja. Maar dat was wel iemand die vooruitkijkt, die ook zei van... Nou, we moeten als VVD zeggen, markt, bezuinigen. Nee, dat is het niet. We moeten een ander verhaal hebben. Ja, nou, ja zeker. Dat soort mensen heb je nou. Ja. Die man in Korea, ja. Die was hoofd van de provincie Seoul, dus de hoofdstad Seoul en de steden eromheen. En die heeft gezegd, ik wil een jeugdbasisinkomen invoeren. Oké. Alle jongeren tussen 24 en 25 krijgen 1 jaar lang een basisinkomen in die provincie en wij betalen het zelf. De centrale regering zei dat mag niet, hoewel ze het zelf betalen. Toen is ze 11 dagen in hongerstaking gegaan. Dat zie ik Nederlandse politici niet doen. En toen heeft hij toestemming gekregen om dat te doen. En het slimme was, het was een kaartje. En met dat kaartje kon je alleen bij het Koreaanse midden- en kleinbedrijf wat kopen. Niet bij McDonald's. Oh ja. Dus dat had het voordeel dat al die MKB'ers er ook voordeel van precies, hadden. Precies, dat geld ging gelijk weer terug. Ja. Dus dit is wat wij ook voorstellen voor Amsterdam. Hè. Daar heb je als, of hier heb je ook de Gelderpas. Hè. Mensen krijgen op een bepaalde manier de helft lid worden van een sportvereniging, dan sta je 60 euro uit, et cetera. Nou, wat ze ook kunnen zeggen van, mensen in Arnhem, als je 18 wordt of 24, krijg je 1 jaar lang, 1000 euro. Kost 5 miljoen. Ja. Dus best te doen. En het midden- en kleinbedrijf profiteert ervan, dus de VVD is ook voor. Ja. Ja, maar je moet wel, hè. Ja, nee, we hebben nu al regelvrije bijstand. En die proef in Arnhem en wat Eindhoven heeft, dan gaan we die ook doen. We doen wel even genoeg. Ja, oké. Ja, dan gebeurt er weer niks. Dan gebeurt er weer niks, nee.
Nee, maar dat zou een manier zijn als gemeente om iets te doen. Nou, dus straks komen weer gemeenteraadsverkiezingen, gaan we dat idee pushen. Ja. En dan komt het meer van onderuit dan dat het vanuit... Ja. Nou, je hebt collectief kapitaal gekregen, dat ken je misschien wel. Ja. En die hebben gezegd, oké, we gaan gewoon zelf geld ophalen. En uitdelen aan mensen in andere wijken die het moeilijk hebben. Ze noemen het geen basisinkomen, maar feitelijk is het een basisinkomen. Ja. Ze hebben moeite gehad met de Belastingdienst, maar inmiddels hebben ze gezegd, oké, het mag. Dus dat is ook weer een oplossing. Dat is ook een oplossing. Maar eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Namelijk, je krijgt een bepaald bedrag per maand. Vrij besteedbaar. Je mag ernaast werken. Ja. Ja. Maar je hebt gewoon meer keuzevrijheid. In je leven. In je leven. Ja, ik zeg altijd dat het gaat over vrijheid en armoede. Het gaat niet alleen over armoede. Het gaat ook over vrijheid. Over je eigen... Mensen willen een eigen leven bepalen. Ja. Er stond een mooi interview in de NRC gisteren. Een man die was 100 jaar. Had zijn hele leven gewerkt bij de sociale dienst. Het ging naar een bejaardentehuis. Toen kreeg hij eten, daar vond hij niks. Toen heeft hij geweigerd om dat te eten. En liet hij zelf eten aanrukken. Dat mocht niet. Hij is voor de rechter gesleept. Het mocht niet. En hij heeft uiteindelijk gewonnen. Ja. Het is toch bizar dat je, als je zit in een bezorgingstehuis, mag je niet beslissen over je eigen eten. Dat is toch niet te begrijpen? Nee, maar dat is Nederland. Ja. Allemaal regeltjes. Veel te veel regeltjes. En dan zeg je, we handhaven niet. Mijn buurman was officier van justitie in Arnhem. En zei, ze rijden hier veel te hard. Officieel is 30 kilometer. Ze hebben een proef gedaan. Gemiddeld was het 54. Ik vind dat ik gewoon een camera mag neerzetten. En eventjes filmen. Dat ze te hard rijden. En dat sturen we dan wel op. Kunnen jullie de boetes uitdelen? Nee, daar ben ik tegen. Ja, oké. Dus eens in de 5 jaar staat de politie te controleren. Ja, oké. Dan blijft iedereen te hard rijden. Ja, precies. Ja. Dan gaat het zo rond in de buurt en dan weet je het wel. Ja, je mag geen papier op straat gooien. De boete is €360. Maar het wordt niet gehandhaafd. Nee, wat voor zin heeft dat dan? Ja.